Yes, en de coronacrisis voelt niet meer als een crisis. En misschien is dat heel dom van ons, hebben we daar al over twee maanden gigantisch veel spijt van. Maar feit is dat ik overal weer handen schuddende en knuffelende en bij elkaar op schoot kruipende mensen zie. En eerlijk is eerlijk, dat beeld aan zich bevalt me wel. Hoe dan ook is het acute er wel even vanaf. We hoeven niet meer elke dag de updates in de gaten te houden of elke week de persconferentie af te wachten. Het duurt nog zeker een week of drie voordat het kabinet ons vertelt dat helaas de cijfers toch weer iets zijn opgelopen en de maatregelen nog even blijven. Maar dat we voor de kerst nog een keer gaan afwegen. Dat betekent dat we in de tussentijd een nieuwe crisis kunnen kiezen. Het is zonde om dat perszaaltje niet elke week te gebruiken. als er nog zoveel dingen volledig naar de tering gaan. Moeilijke afweging natuurlijk: doen we het klimaat, stikstof, biodiversiteit, jeugdzorg, toeslagen, de gasprijs, de kabinetsformatie, de wolf, de walrus of Siewert. Allemaal acuut genoeg om even met z'n allen aan te werken. Maar ik zou willen voorstellen om de wooncrisis op dit moment even voorrang te geven. Volgens mij kan die namelijk wel een zetje in de goede richting gebruiken, want het duurt al jaren en het probleem wordt letterlijk elke dag groter. Elke dag sluit er iemand een hypotheek af die hij eigenlijk niet kan betalen voor een huis dat eigenlijk helemaal niet zoveel waard is. Elke dag koopt een buitenlands investeerder een sociale huurwoning op om er een duur appartement van te kunnen maken. Elke dag wordt er een kind geboren dat al meteen te laat is voor de wachtlijst. Want als hij zo rond zijn dertigste naar huis wil, had hij zich een jaar of zes voor conceptie al moeten inschrijven. De grafiek van de gemiddelde huizenprijs gaat inmiddels net zo stijl omhoog als de coronacurve na dansen met Jansen. En ook deze stijging komt door menselijk gedrag. Want de oplossingen die tot nu toe werden bedacht waren bijvoorbeeld dat je meer geld mag lenen en dus tegen de prijzen, of dat ouders hun kind een ton mogen schenken en dus tegen de prijzen, en dat je studieschuld niet meer meetelt bij een hypotheekaanvraag en dus tegen de prijzen. We moeten iets doen voordat iemand op het idee komt dat je voortaan je organen mag verkopen om op een huis te kunnen bieden. Het is tijd voor een housing management team met allemaal deskundigen. En voordat de boven ons gestelde het weer verkeerd begrijpen, met deskundigen bedoel ik dus niet prins Bernard junior of de CEO van Blackstone, maar bijvoorbeeld mensen die al tien jaar proberen een huis te vinden. Of mensen die uit een sociale huurwoning worden gezet, omdat ze daar net te veel voor verdienen, maar ook geen nieuwe woning kunnen vinden, omdat ze daar weer net te weinig voor verdienen. En natuurlijk kun je ook degene uitnodigen die een website bedacht waar huurders tegen elkaar op kunnen bieden om zo tot een maximale huurprijs te komen. Maar dan vooral om hem een klap voor zijn bek te geven. Verder kunnen er dan elke dag cijfers worden voorgelezen in het journaal met grafiekjes erbij van het dashboard. Aantal gebouwde huizen, gemiddelde huurprijs, aantal mensen dat dakloos is geraakt, aantal vierkante meters dat in handen is gevallen van buitenlandse beleggers, aantal starters dat nog bij hun moeder woont, gemiddelde bedrag waarmee die starters vandaag zijn overboden en het aantal keren dat iemand bouwen, bouwen, bouwen heeft geroepen zonder iets te bouwen. Het is tijd voor actie. Alleen samen krijgen we het wonen onder controle. Ik weet nog niet precies wat voor maatregelen er moeten worden aangekondigd, maar we moeten een beetje. Outside the box denken. Voor corona, of voor corona moesten we allemaal thuis gaan werken. Misschien is hier de oplossing wel juist dat we op ons werk gaan wonen. Of misschien steunpakketten voor huurders of een avondklok, maar dan hooguit een paar dagen. Gewoon om te kunnen checken hoeveel huizen er zijn waar helemaal niemand woont. En ook om krakers een beetje de tijd te geven om rustig te kunnen werken. En natuurlijk om acht uur 's avonds allemaal samen buiten klappen voor onze helden van de bouw. Flatten de curve. Dat is de bedoeling. Met z'n allen er tegenaan. Dat perszaaltje staat toch leeg. Irma Sluis heeft duidelijk tijd over. En het zou zonde zijn om onze crisiservaring niet te gebruiken. We beginnen er pas net een beetje bedreven in te raken. Als het kabinet nou even een draaiboekje regelt, ga ik alvast wc-papier hamsteren. Ik heb geen idee waarom dat nodig zou zijn. Maar hé, hey, dat had ik de vorige keer ook niet. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.